Hoi hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van mijn Disney Princess Legacy Challenge. Lucas is heel erg verdrietig, hij had een nachtmerrie en hij is dus opgestaan. Maar ik heb hem alvast naar zijn potje laten gaan en gezorgd dat hij niemand wakker maakt. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling. En nu gaat hij lekker iets eten. Liam is ook al wakker. Hij zit op de wc en kleine Fenna die gaat naar beneden om ook te beginnen aan de dag. Mama ligt nog lekker in bed, dus die laten we gewoon nog even liggen. Het is bijna 5 uur, dus dan betekent dat iedereen eigenlijk op moet gaan staan voor school. We hebben niet zo heel veel badkamers, dus misschien dat Mila kan proberen om de wc te repareren, zodat ze naderhand hier gebruik kan maken van de douche en van de wc. Dat is misschien wel handig. Onze kleine Evie, die ligt gewoon nog lekker te slapen. En ik heb hier eten neergezet, dus misschien dat hij alvast een portie kan pakken. Want die heeft wel heel erg honger. En dan kan ze naar de rand gaan zorgen, naar de wc, douchen, klaarmaken voor school. Ik had vorige keer ook wat leuke reacties van jullie gehad. Ik had namelijk van Noah Batu een reactie gehad, omdat natuurlijk Salim nu weg is. En daarom niet zo heel veel plek is in huis. Of niet zoveel geld is in huis. Plek is er natuurlijk ook niet veel, maar er is ook niet zoveel geld. Dus ze moeten nu alleen doen, Bianca. Dus er was een reactie van Noah Batu, als ik het goed uitspreek, dat Mila een baan kon nemen. Dat is misschien wel een heel leuk idee. Dus misschien dat we iets kunnen zoeken wat bij Mila past. Haar eigenschappen zijn somber en een grapjas. En thuisbasis. Voor een stedelijk doel. Dus misschien dat we kunnen kijken voor iets wat daarbij past, dat ze kan helpen. Dus als ze klaar is met douchen, laten we er een baan zoeken. Dan kan ze helpen. En wat we ook gaan doen, is we laten mama koken. Want we moeten natuurlijk ook wel dingetjes hebben om te eten. En de ijskast is aardig leeg op het moment. Dus dan kan ze fijn gaan koken. Sta maar gewoon op. Ik weet niet hoe ver ze eigenlijk al in de zwangerschap is. 3 tot 6 maanden over 8 uur. Dus ze is dit nog niet zo heel ver, maar dat maakt niet uit. Wat ik ook als reactie had gehad, was om de kindertekeningen op te hangen. En ik dacht dat dat misschien wel leuk was om dat in de kinderkamer te doen. Nou, we moeten een carrière voor Mila selecteren. We kunnen kiezen uit babysitter, barista, fastfoodmedewerker, handwerker en verkoopmedewerkster. Misschien dat we kunnen proberen voor verkoopmedewerkster. Een handwerker lijkt me niet echt iets voor Mila. Een fastfoodmedewerker, ik denk dat ze daar alleen nog maar somber van wordt. En een barista, het is zo vroeg in de ochtend. En de babysitter, ze heeft al genoeg broertjes en zusjes. Dus misschien dat we voor verkoopmedewerker kunnen gaan. En dan kan ze wat extra centjes verdienen. Zo. Ze begint woensdag om 6 uur. Dat is dus vandaag. Dus ze begint dus vandaag met werken. En wat gaat ze doen? Ze gaat iets te eten pakken. Dat is prima. Hij ligt nog gewoon lekker heerlijk te slapen, oma. Hij is ook nog erg moe. Dus we laten hem gewoon even lekker liggen. We zullen eens even kijken. Ja, iedereen hier is in ieder geval bezig. Volgens mij moest Evi moest nog naar de wc en even douchen voordat ze naar school gaat. Zo, hadden ze eigenlijk allemaal hun huiswerk gemaakt? Ik heb echt, ja, ik had geen idee meer of ze hun huiswerk hadden gedaan. Deze kunnen we ook in de prullenbak doen. Daar verdienen we veel geld mee. Wat ze dus net zei was dat het misschien leuk was om alle tekeningen in de kinderkamer op te hangen. Dat gaan we dus doen. Maar we hebben eerst een advies, niet slim genoeg. Ik probeerde mijn huiswerk te maken, maar de afgelopen paar taken waren heel moeilijk. Misschien ben ik gewoon niet slim genoeg. Wat vind jij? Besteed er meer tijd aan, oefening baart kunst, concentreer je op verschillende onderwerpen, vraag bijles van een klasgenoot. Wat zou Bianca zeggen? Besteed er meer tijd aan, oefening baart kunst, denk ik. Dus die nemen we en we moeten ook nog steeds het speelhuis maken, poppenhuis. Dus dat moeten we ook nog doen. We hebben natuurlijk nog tekeningen van Mila. En ik weet niet goed of we die op moeten hangen. Maar ik heb het idee dat de rest eigenlijk niet echt tekeningen in hun
inventaris heeft zitten. Ik weet niet of we... We hebben hier in ieder geval een tekening op het tafeltje zitten bij Fenna. Fenna heeft niks in de dingen zitten. Misschien dat we van Fenna dan de tekening beneden kunnen neerhangen. Kijk. En dat we er dan van Mila een paar bij hangen. De regenboog is wel leuk. Kijk. En de boompjes zijn ook leuk. En deze dan misschien. En dat we dan nog van de andere kinderen nog meer op kunnen hangen. En deze drie laten we dan in het inventaris zitten. Deze kunnen we in ieder geval verkopen. Zo. Dus dat gaan we doen. Ze heeft... Oh, ze moet naar de wc. En ze... Hè? Oh, ja, ze is natuurlijk niet naar de wc. En ze heeft honger. Heeft ze niet meer. Ze heeft plezier nodig. Dus misschien dat we er even kunnen laten plassen. Zo. Heeft zij ondertussen... Ja, heeft alles gedaan. Dat is mooi. Zij gaat het ook prima. Hij is ook prima. Ja, hij kan lekker met zijn blokjes gaan spelen. Hier, ik ga maar met de vorm spelen. Ja, laat hem maar opstaan. Want anders gaat hij straks verhongeren. Dat is ook niet de bedoeling. Een portie pakken. Deze gooien we even weg. Ja. Eet jij maar van de yoghurt. Ik weet niet van wie de yoghurt was. Maar dan kun jij lekker van de yoghurt eten. Wat gaat ze nu allemaal doen? Hier, eet je eten op. Laat hem met rust en eet gewoon je eten op. Ja, dan doen we die wel in de ijskast. Die gooien we weg. Iedereen is naar school. Dat is fijn. Als het goed is, is de fotomuur ook nog niet helemaal goed. We hebben hier natuurlijk de eerste 5 kinderen. En we moeten nog een foto van Liam, zie ik. En van Mila moeten we ook nog een nieuwe, want daar hebben we nog geen foto van als tiener. En we moeten nog van onze kleine Tigo een foto hebben als peuter. Dus daar moeten we ook nog aan werken. En wat moet... Hier, zij moet gebruik maken van de toilet. Even douchen. Die stoppen we in de ijskast. Daarna kan ze deze schoonmaken. Deze repareren. Zo. Volgens mij moeten de kinderen ook allebei in bad. Dus ze heeft genoeg te doen. Heeft het druk genoeg. Handen vol aan de peuters. En nou komt er straks natuurlijk ook nog fijn een baby bij. En we moeten er natuurlijk voor zorgen dat het een meisje wordt. Dus we hebben al verschillende aardbeien gegeten. Als het goed is heb ik ook nog in de ijskast wat aardbeien zitten. Dus dan... Kunnen we die ook nog eten? Kijk, zie je. Dus tussendoor kunnen we die ook nog eten. Maar we moeten ook voor het tuintje zorgen natuurlijk. We gaan eerst voor het huis zorgen. Kijken of we... Die kunnen we zelf niet opruimen. Dus die moet iemand anders opruimen. Hij moet nodig in bad. Hij stinkt. En ik denk dat hij het in zijn luier heeft gedaan of zo. Maar we moeten hem dan natuurlijk wel in bad doen. Gemiste tekst. Dat fout toegeven. Ik weet niet of dat goed is. Een kleine prestatie. Dat is altijd fijn. Zo, ja. Die is ook weg. Het roze slabbertje. Oh, die heb ik al een paar keer gehad. Het negeren. Zo. En als ze dadelijk klaar is, kan ze deze jonge man in bad doen. Zo. En daarna moet deze nog in bad. Waarom doet ze die nu eerst in bad? Kijk. Het is alweer bijna een heel huis. Daar zouden de kleine fijn blij mee zijn. Kunnen ze er fijn mee spelen. Ze gaat in ieder geval één iemand in bad doen. Kan hij zelf al op het potje? Ja, op het potje gaan.
Oh, in de verkeerde. Oh, deze is vies. Ga maar daar in het poppenpotje. Deze is ook al vies. Nee. We gaan dadelijk, als we deze jongeman in bad hebben gedaan, gaan we de potjes schoonmaken, want dat is hard nodig. Zo. En dan kunnen we naderhand misschien nog onze Luca in bad doen. Ja, dat lijkt me een handig idee, want ja, dat gaan we dus doen. Gewoon goed voor de. En hier, deze moet ook nog schoongemaakt worden. Eén is in bad geweest. Dan gaan we naar de rand. Luca nog in bad doen. Maar we gaan eerst eventjes de potjes legen en alles weggooien. Zo. Dan kunnen ze allemaal weer gebruikt worden. Oh, hij gaat lekker knuffelen. Misschien dat hij even kan stapelen. Ga je eigen maar even bezighouden. Volgens mij wil er iemand niet in bad. Je moet toch in bad. Kom, jongeman. We gaan gewoon in bad. Zo. Lekker schoon worden. Wat we dan naar de rand gaan proberen, is we gaan proberen of we een leuke foto van deze jongeman kunnen maken. Peuterzorg. Nee, vriendelijk. Geheugenkaarten. Basisbehoeften leren. En dan gaan we daarna de foto maken. Met het fototoestel. Zo, want dan kunnen we een groter formaat maken. Dat is handiger. Hadden we van Luca eigenlijk al? Een foto. Dat twijfel ik nu ook. Ja, zo te zien wel. Dus niet heel goed. Denk ik. Ik zit nou te twijfelen of dat de Tycho of dat het Luca is. Even de lamp aandoen. Oh, kijk. Luca hangt aan deze kant. Nee, die hebben we wel. Dan doen we weer allemaal automatische lampen. En dan gaan we nog een foto maken van de jongste kleine man. Zo. Deze jongeman gaat even een dutje doen. Oké, dit wordt hem dus niet, want ik weet niet wat ze aan het doen zijn, maar geen kaarten aan het leren, want hij gaat er gewoon van tussen. Geheugenkaarten, dieren leren dan. Misschien dat hij dat wel wil doen. Zo, poging nummer 2. En hier zitten, oké. Foto maken. Zo, kijken of het nu wel lukt. Kijk. Daar is hij dan. En dan maken we een foto voor aan de muur. En voor de tieners, de foto's van de tieners, die wil ik eigenlijk dan allemaal hier ophangen. Dat we alle, als ze allemaal een tiener zijn, dat alle foto's van de tieners hier hangen. En de rest dan, hebben we dan natuurlijk beneden. Dat wil ik gaan doen. Dan gaan we eerst even kijken om beneden deze foto erbij te hangen. Oh, kijk, we hebben nog heel veel foto's in ons inventaris zitten. 14, 11, 14, 7, 13.
Even kijken, lijst toevoegen. Dan gaan we hem even verhangen natuurlijk. En we moeten even zorgen dat we hem ook op kunnen hangen. Kijk. De jonge man. Deze even wat hoger. En dan deze eronder zo. Gewoon hetzelfde als bij deze doe ik dan. En hier komen dan de jongste twee kinderen te hangen. Want dat is het makkelijkst. Zo. En dan is het tijd voor deze jongeman om ook een dutje te doen. Zo, dan heeft mama even rust. Dan kan mama voor haar tuintje zorgen. Want dat is hard nodig. Tegen beestjes spuiten, water geven. En dan daarna alles oosten, denk ik. Je kan er zelfs ontwikkeld worden en dan alles oogsten. Zo, even voor de plantjes zorgen. Gaat hij zijn dutje doen? Ja, kijk. En als het goed is, zijn ze al straks klaar met een dutje als de kinderen thuiskomen. Dus dat is mooi. Als ze hiermee klaar is, kan ze iets te eten klaar gaan maken voor iedereen. En wat zullen we klaarmaken? Pannenkoeken is misschien wel lekker. Zo. We gaan eerst gewoon even voor het tuintje. Oh, Salim wil ergens afspreken. Dat komt nu niet goed uit en de kinderen komen dadelijk ook weer thuis. Dus misschien had je iets eerder moeten bellen, Salim. We hadden afgesproken dat we als vrouwen spreken als het ging. Dus dat is niet nu. Zo, ze heeft alle plantjes een water gegeven. Die is ontwikkeld. Oh, er is er nog één ontwikkeld. Dat is altijd fijn. En dan gaat ze de laatste dingen nog oogsten. Kijk. Ze liggen heerlijk slapen. Dat is altijd fijn. Oké, ik denk niet dat het heel veel was wat we hebben kunnen oogsten. Nee, kijk. Dus die verkopen we voor 30. Die voor 28. En eens even kijken wat we hier voor foto's hebben, want zo te zien, die hadden we al aan de muur. Zo te zien hebben we die allemaal al, dus dan doen we die verkopen. Kijk, voor 101, dat is altijd fijn. Hier hebben we ook nog voor 40, dat is allemaal extra geld. 65 voor deze als we hem verkopen, hebben we voor hem verzameld, dus dat kan prima. Zo. En nu is ze fijn aan het koken. Ze heeft een flinke buik. Gelukkig kan het er maar eentje zijn. Want we hebben niet meer plek. Want als het hier ook nog eens nu een tweeling of een drieling zou krijgen. Zou ik gek worden met al die meerlingen. Oh, cijfers zijn gestegen. Van wie zijn de cijfers gestegen? Eens even kijken. Zij had een 8. Zij heeft een 10. Een 10. Een 6. Dus ga maar naar beneden. Ze staan er klaar met het eten. Zij heeft heel nodig plezier nodig. Dus wat we gaan doen is zij gaat fijn tv kijken zo. Want ze moet straks gaan werken, dus het is handig als ze dan... Nee, wacht maar even. Ja, ga maar eerst even naar de wc. Oh, ze gaat het al pakken. Niet slim genoeg. Besteed er meer tijd aan. Oefening baardkunst. Die hebben we vanochtend ook al gehad voor iemand. Dus wat we dan doen, dan laten we hem dit opeten. Zo, want hij heeft ook heel erg honger. En dan kan hij misschien... naar de huidige zender kijken. Luca is bijna jarig. Wanneer was hij dan jarig? Nog één dag. Dus morgen is hij jarig. En dan is Evie ook jarig als het goed is. Ja, dus dat is morgen. En dan komt nog niet de baby toch? Nee, morgen gaat ze de laatste 3 maanden in.
Wat hij gaat doen is een portie pakken als hij beneden is. Hij gaat een portie pakken. Even kijken, als zij van de wc afkomt, kan ze mooi een portie pakken. En wat is zij aan het doen? Hier, ga jij ook maar lekker een portie pakken. Zo. Iedereen fijn iets eten. Oké, ze heeft gamevaardigheid geleerd. Oh, ze zit op de telefoon ook nog spelletjes te spelen. Nee, dat is prima. Daar moet ik ook weer plassen. Zo. Dus dat doen we alvast. Iedereen is onderweg om te eten en zich klaar te maken. Iemand heeft de radio aangedaan. Gezellige boel in de huiskamer. Dat plezier gaat in ieder geval een beetje omhoog. Dus ze moet eigenlijk ook haar huiswerk nog maken. Dus laten we dat nu doen dan. Zo. Voordat ze naar de werk gaat. Zij gaat naar de wc. Dan kunnen we deze weg doen. Zo. Jordi de wit weer. Zo, die kan weg. Oh, hij heeft ook alles op. Dat betekent dat ik het andere bordje ergens anders gelaten heb, denk ik. Ach ja, dat vinden we wel weer. Wat moet hij nog meer? Hij moet ook even naar de wc. Dus op het potje gaan. En dan kan hij naar de rand misschien. Even kijken, want hij was morgenjarig. Communicatie. Hoe kan hij die nu zo laag hebben? Hier, doe maar peuterfilmpjes bekijken. Ze moet over ongeveer een uur werken. Is met haar huiswerk bezig, dus dat is goed. Zij gaat eventjes wat aardbeien eten, want we willen natuurlijk zeker weten. Oh nee, niet in wereldplaats. Ja, nou ja, dan gaat ze het in de wereldplaats, dan kan ze het naar de rand opeten. Die kan in de ijskast. Die kan weg. Dan gaat ze het naartoe brengen. Oké, nou, doe hem ook maar opeten dan. En daarna die opruimen. En ze is erg moe, dus misschien dat we even een spelletje kunnen doen. En dat ze dan naar de rand ongeveer richting bed kan. Hij zit in ieder geval lekker aan het spelen. Deze jongeman moet ook op zijn potje. Kan hij al zelf op zijn potje? Nee. Hier, Tigo leren om op het potje te gaan. Zij hoeft nog net niet te werken, dus ze heeft nog even de tijd. Kijk, die zijn lekker aan het spelen. Hij zit lekker tv te kijken. Hier, gebruiken en dan daarna huiswerk maken. Hier, jij ook maar je huiswerk maken. En zij ook de huiswerk maken en... Die kan weg. Zo. Zij moet werken, dus stop maar met je huiswerk en ga maar naar je werk. Zo. Kijk, zij leert de kleine om op het potje te gaan. Als ze daarmee klaar is, kan ze voorlezen. En daarna kan ze deze voorlezen. Zo. Mila gaat werken, dat is fijn. En hoe zit het met deze jongeman? 16% voltooid. Eigenlijk wil ik het 100% hebben voor de volgende dag. Dus moeten we misschien nog even aan werken. Ver is die al? Oké, hij gaat nu dus dan, als het goed is, gaat ze hem dadelijk naar bed leggen. En dan kan ze daarna deze jongeman naar bed leggen. Hier, doe maar brabbelen. Huiswerk is af. Oké, dan kan ze misschien nog wat tekenen.
Een voertuig. Deze jonge dame. Die kan misschien gewoon gaan slapen. En deze jonge man. Die is nog bezig. Maar die heeft ook nog wat eten nodig voordat hij naar bed gaat. Dus die gaat dadelijk eerst wat eten en dan gaat hij slapen. Hij blijft gewoon bellen. Eerst gaat hij zelf weg en dan blijft hij ons bellen dat hij langs wil komen. Oh, volgens mij is iemand zelf al te bed gekropen, dus die hoeven we niet meer voor te lezen. Kwestie van prijs. Een klant vraagt Mila om wat aanvullende informatie over twee verschillende stoomreinigers. Mila is bekend met beide merken, Velsbert en Stofspuiter. En ze zijn beide min of meer hetzelfde. Behalve de prijs moet ze de klant helpen om geld te besparen of het duurdere merk promoten. Doe maar het goedkopere merk. Ze heeft een kleine prestatiegroei, dat is mooi. Zo. Het is niet nodig, hij slaapt al. Ga zelf ook maar naar bed. De kinderen gaan dadelijk ook allemaal lekker naar bed. Dus zo, zij kan ook naar bed. Hij gaat nog iets eten. En dan kan hij naar de rand ook lekker naar bed. Een beetje laat, maar dat geeft niet. En Mila die is nog op het werk. Oh jee, die is heel erg gespannen. We spoelen gewoon even door, want hoe laat komt ze thuis? Om 10 uur. Nou ja, als ze thuis komt, gaat ze waarschijnlijk naar de wc en lekker naar bed. Dus ik ga hier de aflevering eindigen, want we zijn al een tijdje bezig. Er is niet zo heel veel gebeurd in deze aflevering, maar we hebben wel alvast een nieuwe foto aan de muur. We moeten natuurlijk van deze jongeman nog een foto, van Mila nog een foto. En dan, ja, hebben we onze muur weer compleet. Mila heeft een baantje om de moeder te helpen. En we hebben de tekeningen opgehangen. Dus we hebben op zich best wel wat gedaan. Niet heel productief. Maar wel gewoon leuke dingen. Ze heeft voor de kinderen gezorgd. Voor het tuintje. Het gaat allemaal goed. We gaan de volgende keer dus de verjaardag vieren. We hebben een dubbele verjaardag weer. Want we zijn er 2-jarig. Dus dat is altijd leuk. Dus dat is voor de volgende keer. Ik wil jullie erg bedanken voor het kijken. Vind je de video leuk? Geef dan een duimpje omhoog. Wil je me blijven volgen? Ben je nog niet geabonneerd? Druk dan even op die abonneerknop. Dat zou ik super leuk vinden. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!